Deze aflevering is in samenwerking met Decenio. Ontdek je favoriete posters in het grote aanbod of creëer je eigen gepersonaliseerde poster. Ga naar www.decenio.be voor decoratie-inspiratie. Welkom bij aflevering 56 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En we hebben vandaag iets heel speciaals. Ah, ik heb hier echt zoveel stress voor gehad, maar jij ook waarschijnlijk. Ah ja, sowieso. Het is de eerste keer dat we in deze setup filmen en ook een aflevering echt opnemen. Hè? Ja, dus vanaf nu, we gaan proberen, we gaan zien wat het geeft. Misschien gaan jullie deze beelden nooit zien. Ja. Maar we zijn onszelf iets aan het opnemen op vraag van jullie. We hebben die vraag al een paar keer gekregen, dus nu hebben we zoiets van oké, let's try. Ja. Dus misschien kijken jullie. Dus vanaf nu kun je de aflevering, of deze aflevering toch, hopelijk, hè, als alles goed gaat, misschien komt het nooit online en gaan jullie dit nooit zien. Maar het plan is om de aflevering vanaf nu ook op YouTube te plaatsen. Ja, dus dat, dat is voor mij, alleszins een hele aanpassing, omdat ik mij gewoon nu ook al heel erg bewust ben van hoe dat ik mij moet zetten. En dan gaan jullie eindelijk kunnen zien wat voor bewegingen dat we allemaal doen tijdens de... De Q&A was al een goede test, maar dit vraagt ook nog even wat... gewenning. Ja, inderdaad. Het is sowieso een speciale aflevering vandaag. We hadden een tijdje geleden aan jullie gevraagd om jullie true crime verhalen in te sturen. Hè? Wij brengen altijd zaken, onopgeloste moordzaken, opgeloste moordzaken, België en buitenland. Maar we hadden zoiets van, ik wil eens weten hoe dicht true crime bij jullie komt. En in het begin zeiden we tegen elkaar, ja, weet je, als we 5 of 10 verhalen krijgen, dan brengen we die in een aflevering, komt helemaal goed. We hebben uiteindelijk bijna 100 inzendingen gekregen. Ongelooflijk. Nee, het is echt heel fijn, want ik had het ook niet verwacht. En we hebben nu een selectie gemaakt, hè, van een 16 of 17-tal verhalen. Maar alle inzendingen waren gewoon zo goed. Ik ben er echt een paar uur mee bezig geweest om een selectie te maken. Ongelooflijk. En ook hoe schoon dat jullie allemaal jullie mail begint met ja, het gaat misschien niet het beste verhaal zijn. En dan een keizot verhaal vertellen. Echt, ah, het was zalig. Het was echt superleuk. Ja, we gaan ervoor gaan, hè. Voordat we beginnen, nog losse flodders. Ja, ik heb nog een paar losse flodders. Ik heb opgeschreven dat Silke Sebiet hier nog even moet blijven. Want ze moet kaartjes signeren om mee te sturen. Want deze week gaan de sokken van de eerste 50 de post op. Ik heb ondertussen 150 extra paar sokken besteld. Zalig. Want, ja, zo zot zijn jullie. Die worden besteld, naar gelang het productieproces komen die tot bij ons en dan versturen we die uiteraard naar iedereen die van de tweede batch, zeg maar, sokken heeft besteld. Ter info, dit wordt waarschijnlijk wel de laatste batch. Ik wil wel misschien suggesties van mensen wat dan onze volgende merch kan zijn. Graag. Dat kan van alles zijn, hè. Ja. We hebben nu vooral merch uitgebracht met ons logo. Ja. Ik kan er niet meteen opkomen wat voor andere dingen we zouden kunnen drukken. Maar als jullie iets hebben van een quote of zoiets waar ze blijven hangen, laat het ons weten. Misschien dat we daar ook iets mee kunnen doen. Ja, hè? En als je zoiets hebt van, wow, weet je wat ik echt mis in mijn leven van de Volksjury, laat het ons zeker weten. En dan hebben we nog mega zot nieuws. Oh, ik word al zenuwachtig als ik er al aan denk. Echt waar, ik kan er niet tegen. We zijn gevraagd, want uiteraard gingen we zelf nooit zo snel deze stap zetten, maar we zijn gevraagd om een live show op te nemen. Ja, wat een heel tof concept. Ja, een heel tof concept. Ik ga het er even bij nemen op de internet. Het is georganiseerd door 2 luisteraars van ons, door Christophe en Veerle. Die zijn eigenlijk vorig jaar eigenlijk al, voor corona, naar ons afgestapt met het idee van ja, zouden jullie dat zien zitten om de keer een live show te willen doen. Wij zo, ja, is goed. Ja, tuurlijk. En dan was corona daar en we dachten, oh, we gaan hier heel veel tijd voor hebben. Maar Veerle en Christophe hadden vol. Supergoed voor jullie, want ik ga even de details geven. Hè. Op zaterdag 24 oktober gaan Silke en ik een live show doen in Gent, in het Dokcafé. Dat is een fucking boot. Ja. Dat is een boot. We gaan op een boot een live show doen. We zijn nog altijd in coronatijden, dus dit is een exclusief evenement. Very exclusive. Very exclusive. Wat is het idee? Er kunnen 4 bubbels op dit moment inschrijven. Het is een hele kleine locatie. Die bubbel kan bestaan uit 4 tot 8. Minstens 4. Ja, minstens 4 tot 8 personen. Hè? Dus zoek een bubbel bijeen.
En schrijf u in. Als alles goed gaat, de aflevering staat dus nu online, want jullie zijn aan het kijken of aan het luisteren. En het evenement dus ook. Het heet de Volksjury Jury Alive. Met de A tussen haakjes. Dus het is in het Gentse. Een ticket kost €25 per persoon. Wat zit daarin? Ja, dat is belangrijk. Hè? Bij twee. Maar iets wat wij ook zeer belangrijk vinden, eten. Hè? Dus het is de bedoeling dat je eerst gezellig samen iets eet. En dan volgt onze live aflevering. We gaan heel zenuwachtig zijn. En we gaan waarschijnlijk heel veel awkward dingen tegen elkaar. Zo, sowieso. Ja. Maar dat is normaal. Hè? Wij zeggen nu ook allemaal awkward dingen tegen elkaar. Ja. Of we spreken ons. Of... Ik kan in ieder geval wel, wat ik nu niet heb, wel trillen op mijn benen. Ja, waarschijnlijk. Ik ook. En waarschijnlijk gaan Silke en ik elk een fles cava atten voor de opnames. Dus we weten ook niet wat de kwaliteit... Nee, we gaan keert ons best doen. We hebben er heel veel zin in. Het is heel spannend. Ja. Maar dus ga naar het evenement op Facebook en schrijf u en uw bubbel zo snel mogelijk in. Ja. Want het is dus, heel exclusief. Ja, er kunnen dus maar 4 bubbels. Hè? Dus dat is niet veel. Dus als je hierbij wilt zijn... Moet je, ja, dat stond dat nu zo exclusief maken, want dat is totaal niet de intentie die we hebben om een live show te doen. Maar dit is gewoon wel een super tof idee dat je ook wine and dine kunt doen en dan ook naar een aflevering van ons kunt komen kijken. Ja. En uiteraard blijven we erna zeker even napraten. En 24 oktober is echt al bijna, dus dat is... Ja, dat is niet snel, dus we gaan er ook eens goed over moeten nadenken wat we gaan doen. Hoe we dit gaan aanpakken, voilà, maar dat lijkt me wel fijn. Oh, zeker! Absoluut! Nee, ik zie dat zeker zitten, want dat is ook het idee dat wij al eerder besproken hebben en ook al hebben aangekaart hier. Ja. Dat we dat zeker willen doen, maar vanwege corona, omdat we het zelf niet goed weten hoe we dat allemaal al gaan doen, zal dat iets zijn voor pas in 2021. Ja, voilà. Maar dit is dus al een eerste, hè? Het is een goede try-out. Een goede try-out die we heel goed gaan doen. En de druk ligt hoog op onszelf. Nog losse vlodders? Nee, ik denk niet. True crime gewijs is er niet echt nog iets gebeurd in mijn leven. Op dit moment is alles gewoon zo minimaal true crime in mijn leven, omdat ik weet welke verhalen dat we nu gaan voorlezen. En ik heb echt niks nuttigs te vertellen ten opzichte van al jullie verhalen. Crazy. Zot, hè? Wat jij nog eens te zeggen? Ja, ik ben weer herkend geweest. What? Ja, echt heel matte ervaring. Ik doe nu mega uiterlijk, maar ik dacht al van... Maar Sloek heeft mij uiteraard direct een bericht gestuurd. Laura deed eigenlijk jullie reactie staan. What? Ja. Ik was op café met mijn lief en een vriendin. En ik ga naar het toilet, hè, zoals dat moet op een gegeven moment. En ik ga terug. En opeens... Out of the blue, hoor ik zo, excuseer. Dus ik draai mij om. En zegt er iemand, waren twee vrouwen aan de tafel, van... de Volksjury, die podcast, ik vind dat echt heel goed. Heel lief. En dan hebben we een babbelje gedaan. Maar ik vond het vooral opmerkelijk dat er niet aan mij eerst gevraagd werd... Zijt jij niet Silke van de Volksjury? Maar gewoon, die wist gewoon meteen waar ze het over had. Dus dat Zalig. Was zeer opmerkelijk. En het waren twee zussen... En de ene zus had de andere zus onze podcast aangeraden, mm-hmm. omdat ze vast zat op een cruiseschip tijdens corona. Dat had je mij nog niet verteld. Dat is heel goed. Grappig, hè? Ja, heel goed. En zoals ik net zei, ik stond opnieuw te trillen op mijn benen. Hè? Ik vond het dan zo van... Omdat ik zo wil voldoen aan verwachtingen of zo. Dat mensen over ons hebben. En dan ben ik zo terug naar buiten gegaan, naar mijn lieve vriendin. En zo, oh my god, moet je nu weten wat dat er gebeurt. Dus ik heb ook in geuren en kleuren verteld. Zalig. Maar heel leuk om mensen te ontmoeten die naar ons luisteren. Verder wil ik jullie nog oproepen dat als jullie de sokken hebben ontvangen om ze direct te dragen, liefst insletsen en foto's te sturen. Ja, dat is het minste, hè. Alright, let's go. Ja, dat is goed. Zal ik beginnen? Doe maar. Oké, wat Nok zegt dat sommige verhalen anoniem zijn. Dus het eerste verhaal is zo'n anoniem verhaal. Ik zal het even voorlezen en dan een korte reactie. Ja, goed. Ik bedenk me net, hoe gaan wij de winnaar eigenlijk... Ja, dat gaan we subiet beslissen. Oké, dat gaan we subiet. Oké. Hey, Laura en Silke. Wat? We zijn zo onvoorbereid. Oh my god. En echt, ik dacht nu net aan. Maar we gaan dat knippen en plakken. Dat komt wel goed. Ja.
Hey Laura en Tilke. Allereerst wil ik jullie bedanken voor het uren luisterplezier dat ik aan jullie heb beleefd. Mijn vriend is er minder fan van. Hij zegt dat sinds ik naar jullie luister, ik met een soort van permanente aanwezige angst leef. Als ik mijn koptelefoon op heb en hij dan bijvoorbeeld ineens achter mij staat, ja, wie doet nu zoiets? Ja, dat denk ik dan ook. Dan schrik ik enorm hard. Of vorige week toen we gingen wandelen, passeerde een vrouw met haar fiets. Ze kwam plots van achter een hoek vandaan en ik schrok zo hard dat die vrouw bijna van haar fiets viel. Ik moest ook wel stiekem, nog iets anders bekennen. Volgende week vertrekken mijn vriend en ik naar Zweden om 3 weken te gaan kamperen in de vrije natuur. Het is niet de eerste keer dat we dit doen, maar ik heb hem wel gevraagd om een extra mes te kopen voor mij. Sinds de aflevering van de Lake Bottom Murders vertrouw ik het toch allemaal niet. Snap zo. Ik. Begrijp ik. Arme jongen. Maar waarom ik jullie stuur is het verhaal van mijn opa. Mijn opa is jammer genoeg in 2015 overleden. Dit verhaal situeert zich rond 2005. Waar werd jij in 2005? De derde middelbare, denk ik. Oh, een moeilijke periode. Ja, absoluut. Goed. Dus we zijn in 2005. Mijn opa was toen 87 jaar en woonde in een alleenstaande woning op een drukke weg in Limburg. Limburg. Zeker. Ondanks zijn leeftijd was mijn opa fysiek en mentaal nog zeer goed in orde. Hij was wel een hartpatiënt, maar ondervond daar in het gewone leven niet echt nadelen van, buiten de zware medicatie dagelijks. Een pacemaker zorgde er eerder voor een soort van rustgevoel bij hem. Naast zijn hart was er een soort van noodknop ingebouwd. En als er iets zou gebeuren, dan kon er altijd iemand hem bereiken. Heftig. Ja. Zijn vrouw was al jaren dood. Zijn 3 dochters woonden ver weg, verspreid over België. Om het thuis wat georganiseerd te krijgen, kreeg hij veel hulp en gezelschap. Er kwam zo een verpleegster langs. Hij had iemand die met hem rondreed om naar de winkel te gaan. En er kwam dagelijks iemand langs van huishoudhulp. Dit was een vrouw van middelbare leeftijd, die vooral heel goed was in het bakken van pannenkoeken, volgens mijn opa. Dat heb je dan nodig, hè? Essential. Ja. Essential. Ik heb ook echt al gedacht, als ik ooit huishoudhulp wil, is dit mijn enige vereiste. Absoluut. Wat ik mij vooral herinner aan mijn opa zijn zijn boekjes. Mijn opa had een 10-tal kleine boekjes, zo van die gratis meegekregen van de plaatselijke bank, waarin alles stond. Dit was zijn manier om zijn geheugen te trainen. Alles wat belangrijk is, schreef hij erin op. Verjaardagen, adressen, interessante artikels uit de krant, anekdotes, afspraken, enfin, alles. Zijn kleine boekjes waren zo goed gevuld met woorden en zo klein geschreven zonder structuur, dat het voor buitenstaanders onmogelijk was om te weten wat erin stond. Op een dag, toen ik met mijn moeder op bezoek was bij mijn opa, vertelde hij dat de medicatiepillen uit zijn doosje ontbraken. Hij was er rotsvast van overtuigd dat die ontbraken. We hebben toen gezocht, maar niks gevonden. Mijn moeder heeft er niet echt belang aan gehecht. Die pillen konden kwijtgeraakt zijn, of per ongeluk gevallen zijn, of gewoon verkeerd geteld. Waarschijnlijk gewoon een logische verklaring, snap ik. Enkele weken later vertelde hij opnieuw dat er pillen verdwenen waren uit zijn doosje. Opnieuw hebben we gezocht, maar niets gevonden. Mijn moeder dacht dat het zijn ouderdom was en dat hij dingen vergat. Nochtans zeiden zijn boekjes iets anders. Hij had duidelijk opgeschreven dat hij ervan overtuigd was dat hij het aan het juiste eind had. Enkele weken later kregen we telefoon van hem. De vrouw die pannenkoeken bakte, zat in de cel. Oh my god, toch niet de pannenkoekenbakster. Pannenkoekenvrouw. Ze was medeplichtig. Ze was aangeduid als medeplichtige voor de moord op de vrouw van haar minnaar. Haar toenmalige minnaar zou meerdere keren geprobeerd hebben om zijn vrouw te vermoorden, waarna hij haar uiteindelijk heeft gestikt. En je kan al raden waarvan de vrouw van de huishoudhulp, de huishoudhulpvrouw, beschuldigd werd. Ze zou haar minnaar pillen hebben gegeven om zijn vrouw te vermoorden. En die poging is dus niet gelukt. Na al die jaren, bij de vraag op jullie goede verhalen, moest ik spontaan aan mijn opa denken. De jaren nadien, ook tijdens het proces, heeft mijn opa al artikels opgeschreven en bijgehouden in zijn boekjes. Hij is daar blijven volgen. Nu was ik ondertussen zelf benieuwd hoe het met haar ging. Ze is de oudste vrouwelijke gevangene in België. In 2008 werd ze veroordeeld voor 23 jaar opsluiting. En bij een nieuw proces in 2016 is ze veroordeeld tot 7 jaar cel tot een moordpoging met pillen. De moordpoging met giftige paddenstoelen is ze vrijgesproken. Geen idee waar dat die dan heeft plaatsgevonden, maar vind ik wel een goeieke. Er is rekening gehouden met haar leeftijd, gezondheid, persoonlijke situatie en het tijdsverloop van de feiten. Ze is vrijgekomen in 2016 en tot op de dag van vandaag blijft ze haar betrokkenheid ontkennen. Ik geloof er niks van. Wie heeft dat gedaan? Stoute pannenkoekenvrouw. Maar zo, ja, ik vind met al die verhalen, we hebben het al gezegd, het komt zo dichtbij. Ja, maar och, garm die opa. En ik herken die mensen echt heel hard.
mijn opa schreef ook altijd alles in boekjes op. En er was ook iemand, die was ook nu een hartpatiënt. Is het mijn opa? Wie weet het? Nee. Hij was ook een hartpatiënt, maar zijn verstand was nog zo goed. En dus ik merk ook zo dat de struggle dat je dan tegen die oudere mensen zegt van het zal aan je geheugen niet, terwijl je zoiets hebt van dude, ik weet alles wat er mankeert aan mijn lichaam, maar mijn hersenen zijn oké. Ja, maf verhaal. Ik vind het een hele goeie. Maar vooral ook zo het element van de pannenkoekbakster. Ik vind het heel leuk dat ze dat erin heeft gezet. Ja, dat is, dit heeft misschien ons over de streep gesproken. Maar wie weet. Ja. Verhaal 2 komt van Hilke. Dag Laura en Silke. Via mijn goed geïnformeerde bronnen komt Laura in Schaarbeek wonen. Voilà, ik zag dit verhaal en ik wist, ik moet verder lezen en dit moet sowieso worden opgenomen, want dit is mijn nieuwe woonplaats, ja? Voilà. En laat dat nu net de plek zijn waar mijn collega Inge en ik nietsvermoedend samenwerkten met de helft van het duivelskoppel, zoals ze in de pers genoemd werden. Kom een lundi, antwoordde Alain V. op een maandag zoals er zoveel zijn, toen Inge even ons bureau verliet om op de binnenkoer te gaan roken, waar ook Alain V. rookpauze hield. Alain, by the way. Alain. Alleen met de roze snor. Was iets wat slomer, maar altijd vriendelijke en behulpzame verantwoordelijke van de gemeentelijke poetsploeg. We werkten graag samen met hem om de opkuis van onze culturele evenementen te regelen. Wisten wij veel wat er zich dat weekend had afgespeeld? Wel, op 21 oktober 2007 schoten een 37-jarige vrouw en haar minnaar een duikersharpoen door het hoofd van de echtgenoot van de vrouw. En nu het zotste deel van het verhaal. De man overleefde de moordpoging als bij wonder. Wat is dat met mensen die dingen in mensen hun hoofd schieten? Dat is toch niet normaal? Een poging, een duikersharpoen. Hoe kom je daar ook zo opeens? Silke, wat is een duikersharpoen? Hoe ziet dat eruit? Oh ja, nee, dat weet ik ook niet. Ik denk gewoon zo iets lang, hè? Langwerpig. Met zo wat haakjes aan, maar dat je vissen mee vangt. Ja, oké. Sorry, ik duik niet meer. Ja, en je hebt waarschijnlijk ook nooit een duik. Ik heb nog nooit in mijn handen gehad. Swat, we gaan verder. Ja. Dus Alain bleek de minnaar te zijn van Muriel, die getrouwd was met Erik, van wie zij beweerde dat hij gewelddadig was. Scheiden was geen optie, want hij zou achter haar aankomen. Ze bedachten dat hem uit de weg ruimen de enige manier was om samen te kunnen zijn, uiteraard. Ja. Toen Alain een documentaire zag over diepzeeduiken, dacht hij, perfecte moord om te hebben. Allee, jong Alain. Stel je even voor dat Alain een documentaire had gezien over kernwapens. Wat had hij daar gedaan? Een atoombom gebruikt. Allee, Hilke jong. Wat ik nu vertel, heb ik uit de wandelgangen van het Schaarbeekse gemeentehuis. Dus ik weet niet zeker of alles klopt. Dat vind ik de beste verhalen, waarvan je zo niet echt zeker bent, maar toch de roddels beschouwt als de waarheid. Dat zijn de beste. Alain had alles op zijn manier minutieus voorbereid. Hij had ooit nog op het kerkhof gewerkt. Alleen maar figuur. En had daar al een put op het oog. Die put wordt het. Waar iemand begraven zou worden om het lijk in te dumpen. Er zou een kist boven komen, dus het lijk zou onvindbaar blijven als sorry. Maar Alain! Hij had een grote groene container op wieltjes van de groendienst geleend, want hij zou dat weekend zogezegd snoeien. Maar in werkelijkheid plande hij zo het lijk te vervoeren en hij had ook nog schoonmaakspullen mee van het werk. Hij voorbereid, beter dan ons. Beter voorbereid dan ons ten eerste en ten tweede, als ik het goed kort samenvat, heeft stad Brussel eigenlijk ook meegewerkt aan deze moord. Oh, medeplicht. Ja. Pittig detail. Nog pittiger. Nog pittiger. Over de mislukte moord zelf. Waar zit ik? Ah, ja. De harpoen die door het hoofd van Erik geschoten werd, was zo lang dat ze niet in de Dus de harpoen was zo lang dat ze Erik niet in de ambulance konden vervoeren, waardoor dat ze eerst de harpoen langs beide kanten een stuk hebben moeten afzagen. Als dit een film is, denk je, dit kan niet. Dit kan niet. Ik was het ook al allemaal vergeten. Oh, goed verhaal. Oh my, Inge en ik waren in shock. Ja, shit, toen we vernamen wat er gebeurd was. We konden het amper geloven.
We speelden met het idee om een scenario te schrijven over de zaak. Ja, wow. En we hadden onze titel al. Common Lundy. We hebben zelfs naar de gevangenis gebeld om Alain een bezoekje te brengen om zijn kant van het verhaal te brengen. Maar toen we vernamen wat het procedé was om zo'n bezoek te regelen, hebben we het maar zo gelaten. Spettig. Ja, spettig. Uiteindelijk lieten we onze plannen varen, overvallen door schroom. En al helemaal na een gesprekje met zijn vader, een doodbrave mens. Die destijds foto's van recepties en dergelijke op de gemeente maakte en hoorde hoe kapot hij was door wat zijn zoon had uitgevreten. Alleszins, voor ons klopt het beeld niet van de duivelse Alain in de pers. Alain was een beetje dommer, had, hoe raar het ook klinkt, een hart van goud en was volgens ons en zijn vader stomweg smoorverliefd geworden op de verkeerde vrouw die hem heeft meegesleurd in haar moordplannen. Hij had alles voor haar over. He's a sucker for love. Staat hier echt. Zo werd hij eerder al gebroken door een andere vrouw die haar twee kinderen bij hem achterliet. Maar die hij met veel liefde alleen opvoedde, terwijl zij met de noorderzon verdween. Intussen is Alain na een aantal jaar gevangenis terug op vrije voet. Brielle ziet hem niet meer. Erik stelt het goed. Inge en ik werken nog steeds samen. Groetjes, Hilke. Ik heb twee vragen. Hilke en Inge, kan ik bij jullie mijn adreswijzigingen doen? Is dat iets dat jullie doen? Kom ik bij jullie terecht? En ten tweede, ik kan hier echt op dat scenario wel even claimen. Oh man. Dit is echt... Dit is goed gelachen. Dit is goed. Dit is je kunt daar een goede comedy van maken. Ja. Ja. Vooral ook omdat het slachtoffer het overleeft. Hè. Dat is altijd goed. Oh man, zo gelachen. Heel goed verhaal. Heel goed. Thanks voor deze super tof geschreven ook. Ja, heel goed geschreven. Waarom schrijf je geen scenario, Hilke? Ja, gewoon doen, Hilke. Hilke, ik... Anders doet Laura het. Ik doe gewoon het. Doen. Ik steel het los. Oké. Okay. Verhaaltje nummer 3. De lat ligt hoog, trouwens. De lat ligt hoog. Ja, voor alle duidelijkheid, omdat Silke en ik gewoon ook te bang gaan zijn om iemand persoonlijk te kiezen, gaan we echt wel zo'n nummertje trekken. Oh, ja. Inderdaad. Oké. Okay. Verhaal nummer 3 is van Kaat. Hey Laura en Silke, bedankt voor jullie fijne podcast. Ja, sorry, ik heb ook alle introotjes waarin dat we uitgebreid worden bedankt en bejubeld er laten instaan, omdat ik dacht, dus goed, dat mogen we ook even vertellen. We mogen dat ook horen, ja. Ik ga het nog eens herhalen. Allereerst, bedankt voor jullie podcast. Ik leerde deze tijdens de quarantaine kennen en ik heb alle afleveringen geluisterd op enkele weken tijd. Nu is het elke keer aftellen voor er een nieuwe aflevering verschijnt. Maar bon, mijn verhaal kan jullie misschien wel boeien. Zeker. Toen mijn vriend en ik ons huis kochten vorig jaar, vroegen we aan de vorige eigenaars of het huis naast ons een half open... Of ze het huis naast ons een halve open bebouwing ook nog aan het verbouwen waren. Het huis leek namelijk oud, maar er waren telkens wel tekens van renovatie. De eigenaars zeiden toen dat we daar geen last van zouden hebben, dat het een erfeniskwestie was en dat het nog even ging duren. We schoven er verder geen aandacht aan. Enkele weken later kwam de wijkagent langs om ons adres aan te passen en hij vroeg of we nog last hadden van ratten. En toen kwam de aap uit de mouw. Het huis dat tegen het onze staat leeg, inclusief een ingebouwd zwembad in de grond. Op dat verlegen, vervallen zwembad zouden ratten afkomen. Ik hoorde haar toch zeggen, oeh, maar weet jij niet wat er gebeurd is, juffrouwke? Daar is de zwembadmoord gepleegd. Nadat de agent weg was, ben ik uiteraard onmiddellijk beginnen googlen. Feel you. Yeah. In het huis woonde een vrouw met haar 5 kinderen die ze samen had met haar ex. Die ex had ook een contactverbod met de vrouw. En op een dag stond hij toch voor de deur en is er een ruzie ontstaan. De man heeft toen de vrouw verdronken in het zwembad. Hij is weggegaan, de kinderen gaan ophalen en heeft de kinderen naar haar huis gebracht. Het huis waar hun moeder dood in het zwembad lag. De kinderen hebben dus zelf ontdekt dat hun moeder dood was. Er is ook een heel assiseproces geweest, maar de man is overleden in de gevangenis. Mensen die geïnteresseerd zijn, het verhaal kan gegoogeld worden onder moord Lommelse Steenweg. Het huis staat sinds 2011 leeg en is helemaal vervallen. Het strafste van al vind ik nog dit, want dan denk je het veel straffer kan het niet worden, maar... Toch wel. De kinderen zijn allemaal apart geplaatst in pleeggezinnen. Ik ben leerkracht in het middelbaar en wat bleek, het jaar dat we ons huis kochten, heb ik lesgegeven aan een van de kindjes hiernaast. Zo, dit was mijn verhaal. En dan misschien niet zo spannend. Jawel. Kaat, alsjeblieft. Maar de eerste paar nachten toen ik het wist, heb ik toch wat slechter geslapen. I get you. En dan sluit ze nog af met hou jullie goed, keep up the good work, toodles, Kaat. Ik apprecieer mensen die het woord toodles nog gebruiken.
Oh, maar ook zo dat dat huis leeg staat en dat niemand daar nog wil wonen. Ja, en vooral dat het zo aan uw huis staat. Dus ja. Dat je deelt de muur. Vind ik moeilijk. Goed verhaal, Kato. Goed verhaal, echt. En dat je denkt dat dit niet in de inzendingen ging geraken, begrijp ik niet. Nee, inderdaad. Dan het volgende verhaal is van Louise. Mm-hmm. Hey Volksjury, bij deze mijn dichtste real-life ervaring met true crime. Deze vind ik heel grappig. Ja, deze echt hard opgelachen met deze. Toen mijn broer 10 jaar oud was, had hij een vriendenboek, wat goede tijden, waarin elk kindje van de klas mocht schrijven. Redelijk standaard was de laatste vraag. Mijn grootste wens is... Na enkele weken kreeg mijn broer zijn vriendenboek volledig ingevuld terug. Typische antwoorden van klasgenoten op deze laatste vraag volgden. Mijn grootste wens is al het speelgoed hebben dat ik wil. Mijn grootste wens is naar de Catnet Studio gaan. Ja, wow. Goeie. Ja. Mijn grootste wens is nog 3 wensen. Oh, ja. Slim. Ja, opportunist. Maar 1 jongen antwoordde. Mijn grootste wens is om iemand te vermoorden. En dan moet je daar nog 6 jaar mee in de klas zitten waarschijnlijk. Best creepy uit de mond van een 10-jarige. Nog eens nog een understatement, vind ik. Ja, amai. En al zeker wanneer je weet dat de nonkel van deze jongen een moord op zijn geweten had. Dit na een uit de hand gelopen caféruzie waarbij er jaloezie in het spel was. Over een apart rolmodel gesproken. Ondertussen is die jongen al 24 jaar, loopt hem toch liefst snel voorbij op straat. Groetjes, Louise. Nu, het ding is, met het ding van de nonkel erbij is het misschien een soort van fascinatie van de jonge gast. Die zoiets zegt van, die is 10 jaar en is gewoon geïnteresseerd van wat er misschien gebeurd is. Ja, ik ben dat ook aan het vermoeden. Ik denk niet per se dat we met een psychopaat te maken hebben, maar dat hij gewoon zeer dicht betrokken was bij wat er in zijn familie is gebeurd. En dat hij zoiets had van, what the fuck is dat iemand van mij? Maar hij zou toch ook wel op mijn watchlist staan, de persoon. Maar ik zou het ook in ieder geval niet in een vriendschapsboekje schrijven. Nee, maar kinderen zijn zo onbezonnen. De waarheid komt uit de kinderen. Ja, kidnapped, moordenaar. Bijna hetzelfde. Wat schreef jij? Oh, uw grootste wens? Mijn grootste wens is een true crime podcast op. Ja, dat schreef je echt toen ik ging. Nee, mijn grootste wens. Als kind? Als kind. Oeh, nu moet ik echt even nadenken. Ik ben echt aan het denken, ik was sowieso iemand die schreef, ik wil later gelukkig zijn. Zo'n kind was ik, hè. Of beroemd misschien. Ik denk dat ook zoiets... Als kind wou ik wel echt heel graag popster of zo worden. Ja. Zingen en dansen. Ik wou vroeger ook heel graag een paard hebben. ik wou vroeger echt heel graag paardrijlessen volgen en zo. Maar ik mocht niet. Mm. Mijn mama heeft dat vroeger gedaan en die heeft een paar botten gebroken. Dus die zei, no way. Dat je dat gaat doen. Dus, maar ik denk dat ook eerder in de nu dat jij dat zegt van beroemd zijn en zo, denk ik van dat is de goede kans. Dat het dat is geweest. Ik denk gewoon niet dat ik zoveel vriendschappensboekjes heb. Oh, sowieso wel jij dikke leugenaar. Ik zou, er is bij ons wel zo nog een revival geweest van de vriendschapsboekjes. En in het middelbaar hebben we dat ook zo nog eens gedaan. Ja, echt als je zo al te oud bent. Het zijn nooit te oud voor vriendschapsboekjes. Doen we nog eens een vriendschapsboekje? Dat is goed, we gaan dat doen. Ik heb dat nog kopen? Ik heb dat onlangs nog gedaan op mijn werk. Een collega die een vriendschapsboekje... Echt? Is voilà? Ja, voilà. Maar ik denk niet dat de vraag mijn grootste wens erin zat. Spijtig. Voilà. Alright, verhaal nummer 5 is weer een anoniem verhaal. Beste Laura en Silke van de Volksjury, bij deze mijn anekdote die jullie zeker moeten horen. Oh ja, ja. Ik ben ooit uitgenodigd geweest op een homeparty van een psychopathische moordenaar. Begint goed. Ik zou... wat is zo, dat je moet zeggen dat je komt? Direct. RSVP. Zo direct check, moordenaar, ik kom. Zelfs een van de jongste tot levenslang veroordeelden in België. Ik ga hem gewoon bij zijn voornaam aanspreken om zijn anonimiteit ook te bewaren. Jury. Hij was 21 jaar op het moment toen hij de moord pleegde in 2013 en 23 toen hij levenslang kreeg. De zaak is redelijk onbekend, maar wel geschift. Hij had een seksuele relatie met een oudere man in ruil voor geld. En hij heeft op een avond die man doelbewust vermoord door hem neer te slagen met een pan en vervolgens te wurgen met een kabel. Dat is echt heel passioneel. Dat is niet even per ongeluk iemand vermoorden. Nee.
Hij is daarna het lijk gaan dumpen in een bos en heeft zijn auto daarna snel verkocht. Hij heeft levenslang gekregen, omdat de kans op hervallen te hoog is, gezien zijn antisociale en narcistische persoonlijkheid met psychopathische kenmerken. Mm-hmm. Ik ken hem omdat ik als rebelse tiener af en toe wiet rookte met vrienden en ben via bij hem terechtgekomen om wiet te kopen. Hij deed super raar, vertelde hele loesje verhalen over tripervaringen en ontsnappingen uit psychiatrische instellingen. En dan nodigde hij mij dus uit op een homeparty in zijn appartement, waarvoor ik dan gelukkig vriendelijk gepast heb, want ik kreeg een beetje de kriebels van hem. En dan staat er tussen, en hij was extreem marginaal, vind ik altijd moeilijk, want het woord marginaal betekent gewoon aan de rand van de samenleving. Dus ja, okay. Het is gewoon een louche figuur, laten we het daarop houden. Het is wel een goede inschatting geweest, dat zeker, want de uitnodiging was een paar maanden vooraf aan de moord. Ik wist niets van de seksrelatie. Ik had zelfs begrepen dat hij een vriendin had. En dan, moraal van het verhaal, jongens, en even for real, don't do drugs. En als u onderbuikgevoel zegt dat uw dealer zo zot is als een achterdeur, dan klopt het waarschijnlijk ook. Dat is echt de quote om in te kaderen. Als uw dealer zo zot is als een achterdeur, klopt het waarschijnlijk ook. Ja, voilà. Maar anoniem, vriendelijke groeten. Stevig verhaal? Ja, zeker, omdat je bent gewoon zo onschuldig om even een jointje te roken. Je bent op zoek naar wiet en dan komt je in aanraking met zo iemand. Inderdaad, ja. En ik herken het verhaal, nee, niet super hard, maar ik herken wel zo de onbezonnenheid dat je bent. Zeker de leeftijd, de periode tussen je 16 en je 20, je ontmoet zoveel mensen die je misschien maar één keer of twee keer gaat zien. Je hebt zoveel contacten en dat kan zo snel fout lopen. Ik vond het zo een verhaal dat me echt zo daar onbezonnen van als je zo'n tiener bent en dan ja, wat voor heftige dingen dat je echt wel kunt tegenkomen. Zonder dat je er per se op zoek naar bent. Ja, je bent er niet naar op zoek. Shit, gast, goed verhaal. Maar dus, don't do drugs, kids. Of doe het gewoon op een verantwoorde manier en laat je mama en papa wiet kopen. Oké, dat is ook weer gezegd. Ja. Verhaal 6 komt van Hanna. Beste Laura en Silke. Zij geeft ons geen complimenten. Dat staat er ook genoteerd. Maar goed, zij valt met de deur in huis. Mijn verhaal. Een hele tijd geleden vond mijn mama een oude klasgenoot terug op Facebook. De man in kwestie stuurde een berichtje naar mijn mama om te vragen hoe het met haar ging na al die jaren. Al snel vertelde hij mijn mama dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd en dat het dus niet zo goed met hem ging. Door een gesprek op Facebook vroeg de man uiteindelijk of ze eens konden afspreken, omdat het zo lang geleden was. Ergens die periode was het de Gentse feesten, dus had mijn mama gezegd dat ze daar wel even dag kon komen zeggen. Maar mijn mama bleef plakken bij een vriendin en is uiteindelijk niet gegaan. Enige tijd later zag mijn mama op Facebook dat zijn status was veranderd naar heeft een relatie. En dan niet veel later stonden er allemaal oproepen op zijn Facebook om te vragen of iemand zijn vriendin gezien had. Ze was namelijk vermist. Het onderzoek startte en al snel vonden ze het lijk van de vrouw in het kanaal ingewikkeld in folie en ze bleek barbituraten genomen te hebben. Hij zelf was apotheker, dus al snel zagen ze een link tussen hem en de verdwijning en besloot de politie om het lichaam van zijn vorige vrouw op te graven. Slim. Hmm. Wat bleek dat zij ook barbituraten had genomen en dat dat de doodsoorzaak was. In 2013 werd hij veroordeeld voor de moord op zijn twee vrouwen. Fuck. Dat is, ja... Je verwacht niet dat iemand gewoon te koeren zijn vrouw al vermoord of zo. En dat om er dan twee te doen en te claimen dat het zelfmoord is. En hoe dichtbij komt die mama daar tegen? Ik herinner me ook nog het moment, want wij hebben allemaal Facebook gemaakt op het moment dat er kwam. Maar onze ouders zijn dat zo'n beetje later gevolgd. En ik herinner me, het eerste ook wat mijn mama deed op Facebook, was gaan zoeken naar oude klasgenoten. Want ik bedoel, mensen met wie je nu dagelijks contact hebt, die kent je nog. Maar wat denk je, hoe zou het zijn met die persoon? Dus het is weer al een super herkenbaar verhaal. Ja. En inderdaad, stel u voor dat de mama van Hanna er wel mee had afgesproken. Shit, gast. Ja, heel fel verhaal. Ja, heel sluw ook weer. Hè? Maar ook alweer heel slim van de politie om te zeggen van, goh, we gaan eerste slachtoffer toch ook eens checken. We zijn hoe lang bezig? Pluim voor de politie? Toch wel, ja. Toch wel. Verhaal nummer 7 komt van Christophe. Ja, dat is ook een goeie hier. Ja, ook weer iemand. Dag dames. Ik vermoed dat mijn verhaal geen hoge toppen zal scheren, maar toch de moeite om te delen met jullie. Ah, jullie valse bescheidenheid. Ja. Ooit
was ik eens, en dan tussen haakjes, in 2007, met enkele vrienden aan zee en we besloten er een spontaan een tweedaagse van te maken. We kwamen via een van ons vriendengroepje terecht in een B&B die nog niet verhuurd was. De uitbaters waren er niet en de zoon des huizes liet ons voor een klein prijsje logeren. Die avond zaten we samen met onze gastheer in gezelschapsspelletjes te spelen. Oh manneke, ik zie mij daar zo zitten. Hè? De gastheer werd op zijn gsm gebeld, nam op in het Frans, verliet de kamer voor een lange periode. We vreesden dat zijn ouders niet zo blij waren en dat we gingen moeten vertrekken, maar dat was niet zo. Het was blijkbaar een vriend van hem die had gebeld. Het klonk allemaal een beetje raar, want de jongen was niet goed van het telefoontje. Het spel dat we aan het spelen waren, werd niet meer verder gespeeld. En ondertussen zijn we dan naar... hebben we allemaal de Big Lebowski beginnen spelen? Zien, waarschijnlijk. En de film de Big Lebowski beginnen kijken. Enkele maanden later hoor ik dat het bewuste telefoontje van Leopold Stormen was. En true crime fans kennen deze naam. Leopold Stormen is de dader van de Marolleboord. Ja. Dus de jongen is, van wie dan uiteindelijk in die B&B sliepen, is moeten gaan getuigen op het proces. Dit is een moord. De Marolleboord staat heel hoog op mijn lijstje om te brengen. Leopold Stormen is de zoon van de tapijtenhandelaar, dat was het. Mm-hmm. En zijn familie is... Hij heeft zijn familie vermoord. Ja, ja, ja. Ik heb ook een link met... Leopold Stormen. Ik heb ooit van mijn werk... ik weet niet meer wat de aanleiding was, maar ik heb met zijn oma gebabbeld. Mag jij? Ik ben bij haar thuis moeten gaan aanbellen. En zo vragen van... Oui, excusez-moi, vous voulez parler? Oh my god! Ja, dat was... Maar ze wou niet, vond ik ook wel compleet begrepen. Ja. Maar ik heb er toch maar gestaan. Dus heel maffe ervaring ook. En al goed dat ik die ervaring heb, want anders is mijn true crime echt niks waard. Nee. Heel maf. Ja. En ook om dan te beseffen dat je op dat moment... Maar ja, Christophe is waarschijnlijk aanwezig geweest op het moment dat zijn vriend belt om te zeggen ik heb iets heel dom gedaan. Ja, toch? Dat is het telefoontje, hè? Ik heb iets stom gedaan. Ja, je weet nog van niks. Hè? Dat is echt absurd. En ik vraag me af hoe Christophe uiteindelijk te weten gekomen is dat het Leopold was. Ja, dat wil ik ook wel weten. Christophe, laat het ons weten. We spreken elkaar nog. Bel ons. Oeh, een hele blok van Femke. Verhaal 8. Ja, ook een van mijn favorietjes. Ik neem nog even een slokje. Goed. Dag dames. Tot jullie spreekt een luisteraar van het eerste uur en een 100% supporter. Lief, dank u. Ja. Die nog steeds angstig wacht op de felbegeerde sokken-kletsen-combo van de volksjury. Bedankt voor de content die jullie maken. Er is niet zoals dood en verderf om mijn pendelmomenten draaglijk te maken. Waarvoor dank. Het verhaal dat ik voor jullie heb is niet echt true crime in C, maar ik vond het toch wel de moeite waard om het jullie te vertellen. Een familiemysterie, schatten op zolder en een beetje melancholie. En ik dacht, dat is misschien wel right on their street. Daar gaan we. Ja, ja, ja. Het is ook weer, sorry, echt even te vermelden, Femke, supergoed geschreven. Zeker. Ik woon in een klein stadje te midden van de Vlaanders. En blijkbaar woont mijn familie hier ook echt al eeuwen. Ik heb het geluk gehad om enkele jaren geleden een kopie te verkrijgen van mijn familiegeschiedenis. Een stamboom langs moederskant en deze gaat terug tot de 12e eeuw. Wow! Femke, ik ben zo jaloers. Dat ik zou doodgraag weten. Ja, hè? Ja, ik zou ook echt... Amai. I wanna know. Anyway, staat hier geschreven. 2 jaar geleden zijn mijn opa en oma verhuisd van hun jarenlange thuis naar een woonzorgcentrum. Dit betekende dat mijn moeder, vader, zus en ik 55 jaar aan leven mochten beginnen opruimen, sorteren en verhuizen. En dit terwijl mijn oma, mental picture, hooggebrushed, blond haar, perfect gemanicureerde handen, met haar beste juwelen aan en ruikend naar oude vrouwenhaarlak, ons bij elke stap dirigeerde. Zoals je je wel kan inbeelden, was dit echte titanenarbeid, maar het leidde wel tot enkele leuke vondsten, soms hilarisch, soms hartverscheurend. Wanneer ik het bureau en de bibliotheek van mijn opa aan het leegmaken was, we hebben beide een passie voor boeken, gaf hij mij enkele verheelde mapjes en folders en zei hij dat ik daar best wat voorzichtig mee moest zijn, want dat een aantal dingen wel eens iets waard zouden kunnen zijn. Beste cadeau van mijn leven. Ik ben echt jaloers, jaloers, jaloers. De inhoud ging van middeleeuwse kaarten, van mijn thuisstad tot handgeschreven brieven van koning Leopold III. Laura gaat uit haar bol nu staan. Leopold III, waarom stuurt Leopold III brieven met u? Femke, ik moet je even bellen. Ik moet even wat dingen afchecken met u. Ja.
als ook heel veel oude familiefoto's. Op een van de foto's zag ik dat het hoofd van een familielid was uitgeknipt. Zo vrij passief-agressief. Ja. Toen mensen aan Harry Potter denken. Daar heb je toch zo'n hele stamboom op de muur en zijn er ook zo mensen inderdaad. Ja, bij de Sirius. Sirius, inderdaad. En dat maakte mij toch wel nieuwsgierig. En toen ik mijn opa hierom vroeg, zei hij casually: "Och, dat is mijn onkel Prosper. Hij collaboreerde met de Duitsers en uw overgrootmoeder, de moeder van mijn opa dus, heeft hem uit alle foto's geknipt en ze heeft hem zelfs uit de stamboom gekribbeld." Terug kleine side note: Prosper komt in de lijst van namen. Alain Walter Prosper. Zeker. We hebben nu 3. Ja, ga maar verder. Het leek zo uit een film te komen en natuurlijk moest ik alles weten. Ja, zeker. Hij ging verder door mij te vertellen dat de broer van mijn overgrootmoeder, Prosper dus, na Alain de beste naam, een hoeden- en handschoenenwinkel in onze stad had in de jaren 30 en 40. What a time to be alive. Allee, en ook niet, schrijft hij. Want toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de nazi's op zoek waren naar bondgenoten in lokale afdelingen van de SS, gaf mijn grootonkel Prosper zich op als vrijwilliger. Dit tot de horror van onze familie natuurlijk. Mijn opa vertelde mij ook dat zijn moeder zo gedegoteerd was van de acties van haar eigen broer, dat ze niets meer met hem te maken wou hebben en gezworen had dat ze nooit nog tegen hem of zijn vrouw zou praten. Vandaar de passief-agressieve uitknipsels. Voilà. Femke, we moeten echt denken. We zitten op dezelfde golflengte, Femke. Prosper bood onderdak aan nazi-officieren op doortocht en genoot van dineetjes en de voordelen die collaboreerden met zich meebrachten. Tot de bevrijding natuurlijk. Mm-hmm. Hij probeerde, zoals mijn opa uit zei, zijn kar nog te keren, maar het was tevergeefs. De onderdrukte bevolking zocht een uitweg voor hun opgekropte woede en ze richtten zich tot de lokale collaborateurs. Mensen vielen Prosper en zijn vrouw lastig wanneer zij hen op straat zagen, zijn winkel werd besmeurd met varkensbloed en het haar van zijn vrouw werd publiekelijk afgeschoren. Dat is een heel bekende beeld. Ja, het is echt wow, wow, wow. Wanneer de lokale politie uiteindelijk de onderzoeken op poten begon te zetten en het toch wel heet werd onder hun voeten, zijn ze gevlucht naar de Verenigde Staten. Mm-hmm. Mijn overgrootmoeder ontving in de jaren 80 nog eens een brief van hem, maar die klasseerde ze verticaal. Sowieso, ook al zou ik doodgraag weten wat er in die brief stond, ben ik ergens wel echt trots op wat voor een badass mijn overgrootmoeder was en wat voor een degelijk moraal kompas ze had. Amai. In april en het begin van nog van de coronaperiode hebben we afscheid moeten nemen van onze opa. Het viel onze familie, zoals bij zoveel anderen, erg zwaar door die verschrikkelijke periode waarin we zaten en nog steeds zitten. Er was nog zoveel dat ik hem wou vragen en waarover ik met hem wou praten. Hij was echt de liefste, zachtaardigste man die je kan inbeelden en hij heeft ervoor gezorgd dat mijn zus en ik een prachtige kindertijd hebben beleefd. Ik draag dit berichtje dan ook op aan mijn lieve opa Frans en aan alle personeel van woonzorgcentra. Zij hebben het deze periode ook echt niet makkelijk gehad en worden maar al te vaak over het hoofd gezien. Vandaar ook een welgemeende dank u wel aan hen. Absoluut. Zeker. Ik hoop dat ik het niet al te lang gerokken heb en misschien toch nog een fun fact om ook af te sluiten. Mijn opa kreeg steeds snoepjes van zijn onkel Prosper in de winkel en ging deze ook nog halen toen zijn moeder hem dat al verboden had. Hij kreeg op een bepaald moment van zijn onkel ook enkele folders mee met de reclame voor de Vlaamse SS om hem te overtuigen zich ook aan te sluiten als hij wat ouder was. Deze foldertjes zaten ook in het mapje. En ze heeft uiteindelijk ook de foto's in bijnaam met ons. Ja, ik heb ze er even onder geplakt. Ook jij staat er in koeienletters op. Ja, Vrijwilligerslegioen Vlaanderen. Eeuw. Amai Femke, wat een supermooi verhaal. Femke, wat een supermooi verhaal. En dat heeft mij doen beseffen dat ik misschien toch ook een true crime gerelateerd verhaal heb. Het is echt te zot voor woorden. En ik heb het zo lang... Vanaf dat ik dit verhaal las, dacht ik, oké, ik ga dat even aan Silke zeggen. Maar dan dacht ik, nee, ik ga nu wachten. Het heeft ook iets met de nazi's te maken. Hoewel je het niet zou zeggen, Silke komt heel mijn familie uit West-Vlaanderen. Mm-hmm. Dat hoort je niet meer, hoop ik. Maar dus mijn familie woonde ook in de Vlaanders en hadden het vrij goed. Een vrij groot burgerhuis in West-Vlaanderen. En tijdens Wereldoorlog 1 zijn ze uit hun huis gejaagd door de Duitsers. Mm-hmm. En werd het als een veldhospitaal gebruikt. Okay. Mm-hmm. Na de oorlog hebben ze hun huis kunnen recupereren. En ook tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde mijn familie daar nog. En toen hebben ze in het midden van Wereldoorlog 2 Duitsers gehad. Die kwamen kloppen aan de deur met cadeaus en giften van de Führer. Die dankzij de goede zorgen in het veldhospitaal. Nee!
in leven was. What the fuck? Ja, dus fucking Hitler is in mijn fucking familiehuis fucking verzorgd. Oh, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Goed, hè? Oh. Ja, ik weet ook nooit of ik dat met trots of niet met trots moet vertellen. Snap ik. Maar gewoon het feit dat je familie deel heeft uitgemaakt van dat, van dat aspect van de geschiedenis. Ja, ja, ja. Dat is wel belangrijk. Dit is weer zo'n verhaal waarvan ik hoop dat het waar is. En ik weet dat die Duitsers daar echt zijn komen bedanken. Ja. Het deel van de Führer hoop ik ook altijd ergens dat iemand verzonnen heeft. Ja, tuurlijk. Dat ze misschien gewoon zijn komen bedanken. Maar als ik het vertel, vertel ik het zoals ik het heb gehoord. Dat aan de verhaal. Ja. Ja, ja. Goed, hè? Maar ik ben blij dat je dat bewaard hebt tot nu. Alsjeblieft. Dan van de naties naar Tara. Tara, verhaal nummer 9. Beste en leukste podcastmakers. Hey, Tara. Vandaag luisteren ik jullie podcast en uiteraard de vraag dat jullie moeten weten. En daarvoor kwam dit verhaal naar boven waar ik al jaren niet meer aan gedacht heb. Maar bij deze. Zo gaat dat dan. Zo ga ik dat doen, met, zoals ik ken Adolf Hitler. Ik hoorde het verhaal pas jaren later, want op het moment was ik nog te jong, 6 à 7 jaar. Ik woon in een dorp in Nederland, niet te klein, niet te groot, wel rustig. Keigoed. Dus dat zijn die dorpen. Ook mijn oma en opa woonden in het dorp in een kleine wijk. Tegenover mijn oma en mijn opa woonde een oude lieve vrouw. Ik denk dat ze 70 of 80 jaar was. Maar op een dag werd ze dood teruggevonden in haar woning. Haar woning zat midden in een rijtjeshuis. En al snel werd het duidelijk dat de verschillende spullen weg waren en dat ze niet natuurlijk was gestorven. Er is dus een inbraak geweest. Sporen van inbraak aan deuren of ramen waren niet gevonden, dus ze heeft waarschijnlijk de deur zelf voor iemand opengedaan. Maanden verstreken en geen dader te bekennen. Dat was heel moeilijk voor haar familie. Tuurlijk, hè. Totdat een andere buurvrouw langsging bij meerdere buurgenoten. Ik weet niet waarom, maar ik weet wel dat meerdere personen vanuit het asiel zijn komen wonen in deze wijk en dat ze hen verder hielp. De buurvrouw kwam op het moment bij haar rechterbuurman, bij de rechterbuurman van de vermoorde vrouw op bezoek. Tot haar schrik, ik kan me niet zo voorstellen, dus een vrouwtje die gaat op bezoek bij, bij een van de buren. Tijdens de koffie ziet ze een bekende vaas op zijn schouw staan. Ze wist meteen dat het over een vaas ging die tot de vermoorde buurvrouw behoorde. Maar ja, dat durfde ze natuurlijk niet te laten zien, want ik moet ook die vaas aanwijzen en zeggen, wat voor doet die vaas hier? Ze ging dus met een smoes... Slim, want ik denk dat je eerste instinct wel zou zijn om te zeggen... Why is that? Ja, ja. Maar ze houdt haar gezicht in de plooi, niet zoals ik. En ze gaat met een smoes weg, maar zij denkt dat de man in kwestie het wel door had. De politie is dan uiteindelijk bij de man gaan aanbellen en heeft op zolder een soort van verscholen luik gevonden... waar de buurman via dat luik naar andere buren kon kruipen om spulletjes te stelen. Op die bewuste dag zal de buurvrouw dus niet thuisgekomen zijn. En hij zal via dat luik naar binnen zijn gegaan om buiten te maken. Maar zal dan toch op de buurvrouw gestoten zijn die dan toch thuis bleek te zijn. Hij was hier niet op voorbereid en heeft de vrouw dan vermoord en voor het dood achtergelaten. Het klinkt als een aflevering van Baantje, maar het is echt gebeurd. Ik was 13 toen ik het hoorde, dus de details zijn misschien niet helemaal meer juist. Maar hoe spannend is dit? Ik wou dus echt net zeggen, dat is echt precies een Baantje-aflevering. Ja, het is wel echt maf. Heel gek verhaal. En dan denk je toch echt... En het is toeval, hè? Dat dit ontdekt is geweest. Ja, 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 inderdaad. Want hoeveel mensen komen zo vaak bij hun buren langs? En zien dan nog eens toevallig... iets staan wat dat, wat dat herkent weer van bij iemand anders. Ja, ja, dit is een oplettende buurvrouw en dan hoop ik ook zo hard dat mijn buren normaal zijn. Binnenkort. Ja. Ja. Snap ik, snap ik, snap ik. Verhaal 10? Yes. Van Sarah. Liefste Silke en Laura. Eerst en vooral ben ik een trouwe fan sinds de release van aflevering 20. Keep up the good work. Wat is er met 20? En wat is er met de 20 eerdere afleveringen gebeurd, Sarah? Dat is wel... Nee, aflevering 1 tot 19, ik weet niet, 20. Oké. Okay. Ik ga even ondertussen opzoeken. Was dat niet Sherlock Holmes? Nee, de andere Jack the Ripper of zo? Ik ga even opzoeken, maar lees al maar. Ik ga al lezen. Ik weet niet of mijn short story extreem genoeg is, maar voor mij was dit het engste ooit. Toch wel, want je hebt de selectie gehaald. Ja, absoluut. Het speelt zich af in mei 2012 te Brugge. Waar waart jij in 2012? In Utrecht.
studeren. Cool. En jij? Antwerpen. Zeker. Cool. Met een grote danswedstrijd in het vooruitzicht was mijn junior team mega excited. Weekendje weg en hopelijk een wedstrijd winnen. We overnachten in Charlie Rockets jeugdherberg en in totaal lagen we met 9 personen op 1 kamer, bestaande uit allemaal dansleden. Tussendoor, het is de aflevering van Tupac Shakur. Ah, oké. Goeie start. Goeie start, ja. Goed. Waar zat ik? De nacht van zaterdag op zondag is er iets heel engs gebeurd. Hé, mijn geld is weg, luidde een van mijn dansleden. U zal er wel naast gezien hebben, zei ik droog. Helaas was niet 1 portefeuille leeggehaald, maar 9 portefeuilles. Ik lag naast de deur waar mijn portefeuille open en bloot en leeg naast mij lag. Wat wil zeggen dat de inbreker vlak bij mij heeft gestaan. Niemand is wakker geworden, al onze centen weg. Toch liet hij netjes nog €40 achter op de wc-bril. Speculaties beginnen. Heeft hij mij zien slapen? Hoe komt het dat niemand wakker is geworden? Had hij een soort van slaapmiddel in de kamer gespoten? Wow. Oh ja. Hoe is hij binnengeraakt? Heel eng als je denkt dat een inbreker recht voor mijn neus stond. Ik hoorde het verhaal even delen. Most creepiest moment of my life. # it's also true crime. Groetjes, Sarah. Dit is echt mijn grootste angst. Ja, ik wou net zeggen, een van mijn grootste nachtmerries. Gewoon, ook als ik thuis ben, nu nog, en ik ben alleen, ben ik echt als de dood dat er iemand... dat is dan zo'n idee, hè? Dat je gaat van de ene ruimte naar de andere ruimte en je denkt, ja, daar heeft nu iemand staan. Ja. Ja. Het ding is ook, ik ben heel impulsief. En moest ik ooit... Of ik schat mezelf toch zo in, dat moest ik ooit iemand tegenkomen, een inbreker. Ik denk dat ik iets heel dom zou doen. En dat ik echt mijn eigen leven op spel zou zetten, omdat ik zoiets dom zou doen. Ik zou daar echt nog... naartoe gaan of iets zeggen. Gast, en ik zou echt nog iets voor kunnen hebben. En toen mij inderdaad, een paar weken geleden, ben ik wakker geworden met het idee dat er inbrekers in mijn huis waren en ben ik die gaan opzoeken in mijn blote. Dus ik ken het. Maar al goed dat niemand is wakker geworden. Ik weet dat niet. Wat heb je het liefst? Ik moet dat niet weten hoor. Dat ik wakker word en dat er dan iemand... Voor mij, als er moet worden ingebroken, wil ik niet thuis zijn. Als er is ingebroken, als ik thuis ben, oh my god, echt nee. Ik denk dat je daarna, sneller kunt recupereren van het feit dat iemand in je huis heeft ingebroken als je niet thuis bent, dan als je wel thuis bent. Ja, inderdaad. Denk ik. Ja. Maar mocht het toch gebeuren dat ik thuis ben en er is een inbreker, dan wil ik het gewoon niet weten. Oh my god. Ja, vind ik heel eng. Terwijl die mensen volgens mij ook gewoon schrik hebben van nieuwe inbrekers. Ah ja, pas op. Je moet echt wel al ballen hebben om dit te doen. Hè? We hebben daar recent nog een discussie over gehad. Hoe zou het zijn met inbrekers nu in corona? Iedereen is altijd thuis. Wat doen die? Ik denk dat die zich richten op winkels en zo. Of auto's. Ze zullen vast wel iets vinden. Ben je een inbreker? Laat het ons weten. Verhaal nummer 11 van Margot. Het volgende verhaal gebeurde enkele jaren geleden, in 2004. Toen zat ik in het eerste middelbaar, denk ik. Ja. 2004. Jean-Pierre en Annie waren twee vrijwilligers in het rusthuis waar mijn papa directeur is. Zijn mensen waar ik heel veel bewondering voor heb, hè? Vrijwilligers werken in het rusthuis. Dat is echt wauw. Annie was net thuis na een opname in een psychiatrische instelling. Mijn vader vond het wel een leuk idee om Annie en Jean-Pierre eens in de belangstelling te zetten, omdat ze zoveel doen, aan de hand van een groot artikel in een krantje. 2 weken later kwam enkel nog Jean-Pierre helpen als vrijwilliger. In de volgende weken kloeg hij hoe slecht hij sliep, 's nachts. Achteraf bleek dat hij een maand naast het lichaam van zijn onthoofde vrouw sliep. Een mens zou ook minder slecht slapen. Mm. Zowel het personeel als een deel van de bewoners waren in complete shock en hadden psychologische bijstand nodig. Ja, dat zal wel. In een klein stadje als Veurne was het onbedenkelijk dat dit zou kunnen gebeuren. Zo, dit is mijn anekdote. Maar goh, ik heb veel vragen. Wie heeft Annie onthoofd? Ja, hoe zijn ze daar dan achter gekomen? Ja. Heeft hij bekend? Heeft hij uitgedaan? Is dat hoofd uit bed gerold? Heeft hij dan beseft, shit, er is iets met Annie? Ja. Ah, die is niet al 2 weken aan het slapen. Mijn hoofd hoort hier nog op. Nee, wow, wat fuck, echt zot verhaal. Dat is ook weer zoiets dat voor in de film is. Ja, absoluut. Misschien kunnen we een combinatie doen van de duikharpoen met het onthoofde hoofd, lichaam. Ja.
Zat, ik laat het aan Hilke nu over. Ja, is waar. Hilke, jij belt mij nog voor een scenario. Voilà. Het 12e verhaal is ook anoniem. Even zien. Oké, we zijn 2015 in Vlaams-Brabant. Ik krijg een sms van een vriendin midden in de nacht. En zelf was ik net klaar om naar bed te gaan. Wil je me komen halen? Ik wil hier weg, staat er in de sms. Nu goed, het was maar een paar minuten rijden, dus ik trek mijn kleren aan en ik vertrok. Goeie vriend, echt goede vriendschap, hè, mama? Daar aangekomen vroeg ze of ik nog even boven wou komen. En met kleine tegenzin ging ik naar binnen. Ik snap het ook wel. Je denkt van, oké, ik ga je halen, maar ik wil ook wel zo snel mogelijk naar mijn bed. Ja, als jij al niet wilt zijn, wil ik niet helemaal zijn. Dus met kleine tegenzin ging ik naar binnen. Het werd me al snel duidelijk dat het een zwaar feestje moet geweest zijn, gezien de toestand waarin ze zich bevonden. De sfeer was alles behalve. Ik kwam terecht in een klein keukentje aan een kleine tafel. 1,5 meter afstand had een serieuze no-go geweest. We beginnen wat te praten en wanneer haar sigaret op was, zouden we vertrekken. Haar vriend gedroeg zich vreemd, keek raar en stelde zich zeer aanvallend op tegenover mij. Ik voelde me ook niet op mijn gemak en geloof me, ik heb al heel wat vreemde situaties meegemaakt. Maar hier was iets heel vreemds aan. Uiteindelijk, uit het niets, wou hij zijn reptiele tonen en sloeg de sfeer om. De vreemde sfeer verdween eventjes. Ik kwam in zekere zin tot rust, al bleef de sfeer in de woonst abnormaal. Niet veel later zijn we vertrokken. Ik vertelde haar direct dat er een rare sfeer ging en dat ik begreep waarom ze weg wou. Wat later op het nieuws, op sociale media, iemand was vermist, al een paar dagen of langer. Massaal werd er gezocht in de buurt, ook door de vriend van mijn vriendin. Hij was nog weg geweest met de vermiste jongen, de nacht van de verdwijning. Ja. Maar geen spoor. Hij leek spoorloos verdwenen na een avondje stappen met de vriend van mijn vriendin. Tot plots enkele dagen later de puzzelstukjes in elkaar vielen. Het lichaam werd gevonden in de camionet van de vriend. Al een goede 2-3 weken werd het lichaam verplaatst. Laat het even inzinken. Ja. Tijdens de nacht, wanneer ik mijn vriendin ging halen en de sfeer niet kon vatten, lag het lichaam in de living. De living naast de kleine keuken waar ik een uurtje heb doorgebracht. Vele vragen gingen door mijn hoofd. Wat als we de living waren binnengestapt? Wat moet er door zijn hoofd zijn gegaan? Het aanvallend gedrag werd me ook duidelijk. Wie was ik die daar plots stond? Hij had me nog nooit gezien en op het slechtste moment ooit zit ik daar in die keuken. 2018. Ik ontmoette een vriend weer. Op haar verjaardag, denk ik. Ze kende hem al jaren en niemand kon blijkbaar vatten wat er gebeurd was. Een triest uit de hand gelopen ongeluk onder invloed van verdovende middelen. Of kloppen de andere wilde verhalen? Wie zal het zeggen? Op de een of andere manier was er nu wel een klik met hem, al zijn mijn grote interesses in criminaliteit zitten daar ook wel iets voor tussen. Ik krijg het hele verhaal te horen in geuren en kleuren. Denkend aan de werkelijkheid, 3 weken lang met een lichaam rondrijden, dat moeten de meest onaangename geuren en kleuren geweest zijn. Uiteindelijk mocht ik zelfs het hele dossier van hem lezen en inkijken. Hij vertrouwde mij, hij voelde denk ik ook mijn oprechte interesse. Ik veroordeelde hem ook niet, ik vroeg me af, zoals bij vele criminele feiten, hoe, wat, waarom. Ik heb hem nog meermaals ontmoet. De gevolgen van drugsgebruik en een levensstijl vol drank en drugs kunnen hard zijn. Een avondje feesten kan eindigen in een lange gevangenisstraf en een familie die het verlies van hun zoon nooit zal kunnen verwerken. Ik herinner mij dit verhaal nog. Ja, maar ik heb gezegd, dit moet erin. Ja. Omdat in de Q&A een vraag was geweest, was de eerste rechtszaak of zo die je hebt bijgewoond? Deze. Of was deze? No way. Ja, dat is... Het verhaal klonk mij al heel bekend in de oren en toen het detail van de aantal weken in de camionet. Het is in Merg. Ja. Je kunt het eigenlijk heel makkelijk opzoeken, dit verhaal hoor. Maar dat is dus de zaak. Ik heb die man zien zitten op het moment dat de reconstructie werd getoond. Hè. Ik heb in de Q&A verteld hoe dat schermschot zijn scheef stond en zo. Dus heel maf om nu iemand te zien die daar heel dichtbij stond. Ik herinner me, want in 2015 werkte ik samen met iemand die in Mechelen woonde. En ik sprak er regelmatig bij haar thuis af, want die camionet is gevonden met dat lichaam in open parking van de Delijs ofzo. Ja, en ik ben echt in die periode heel veel in die Delijs lunchen en zo gaan kopen. Oh. Ja, dus het verhaal komt voor mij ook heel dichtbij. Ja, maf hè. Ja. Daarom ook, het is sowieso een heel vreemd verhaal. En ook om dan te beseffen dat jij, als je 2 stappen verder had gezet, ja, het lichaam had zien liggen. Ja, inderdaad. En wat had je dan gedaan?
Ja, het is echt wat ontgezet, hoe angstig. Je weet al dat je vriendin daar weg wil, omdat ze bang is van haar vriend. En als je dan daar nog... Ja, dan weet ik niet wat dat er nog... Maar het is dus... deze zaak is echt zo van... Ja, was er echt drugs in het spel? Of was het toch wel echt een bewuste moord? Dat is de vraag. Hij is wel veroordeeld. Mm-hmm. Toch een lange gevangenisstraf, maar... Ja, ik weet niet hoe het zat. Waarschijnlijk was hij onder voorwaarden, onder afwachting van zijn proces. Ja, ja, ja. Ik weet niet meer de details hoor, maar... Ja. Gek verhaal. Gek verhaal. Verhaal 13 van Doreen. Hey Laura en Selke, ik ben jullie podcast beginnen luisteren tijdens het lockdown en ik was direct verkocht. Hiervoor luisterde ik naar My Favorite Murder, zalig. Maar jullie zijn nog leuker. Dat zijn grote complimenten. Dat zijn grote complimenten. En jullie reacties en meningen zijn heel herkenbaar. Swat. Sorry, Doreen komt uit Hasselt en ze gebruikt Swat. En jij doet ook echt niet anders, dus voor mij is het gewoon even Silke. Swat, ik heb een vrij zot verhaal. En inderdaad, Doreen heeft een vrij zot verhaal. In 2009 werkte ik als hotelreceptionist in Hasselt. Een vrij klein hotel, dus ik deed zowel de check-in als reservaties, administratie, ontbijt, etc. Op een vrijdagavond checkt er een sympathiek koppel in en daar hoort altijd een beetje smalltalk bij. Ze zijn nog niet lang samen, hij is Hasselaar en hij wil zijn nieuwe vriendin op een weekendje in zijn stad rondleiden. Ja, cute, echt goed. Tot zover. Lekker gaan eten, zaterdag gaan shoppen en op stap gaan. Je kent het wel. Op zaterdagochtend deed ik het ontbijt, dus ik had enkele eitjes klaargemaakt en we hebben nog eventjes gebabbeld over het restaurant waar ze waren gaan eten. Na mijn shift op zaterdag ga ik naar huis en heb ik hem niet meer gezien. Mijn verbazing was dan ook redelijk groot. Redelijk. Redelijk groot. Toen later bleek dat die gast zijn ouders op vrijdag heeft vermoord en dan zijn met zijn vriendin de bloemetjes is gaan buiten zetten en daarna nog eens teruggegaan om zijn huis in brand te steken. Ze post nog enkele links eronder. Ja, ik vermoed dat als jullie een beetje oudermoord en Hasselt en zo googelen, dat vindt het meteen wel op uitkomt. Zot verhaal. Vind ik altijd heel fascinerend hoe moordenaars zich gedragen tegenover buitenstaanders. Ja. Dat zijn de feiten. Psychopathisch gedrag. Ja, dit is echt psychopathisch. Je daarvan kunnen afsluiten van die emoties. Heel crazy. En Hasselt, jongen. Kent je de woord? Toen ik het laatst zei, het mij wel iets. Ja. Maar ik kende de details niet, maar ik weet dat dat wel een ding is geweest. Ja. Ik ben recent op een mini-staycation in Hasselt geweest. En nu hoop ik dat het in hetzelfde hotel was. Misschien werkt Doreen er nog een keer. Doreen, laat het weten. Bon, verhaal 14. Swat. Swat, ja. Bon of swat is wat. Ja. Beste Laura en Silke. Eerst en vooral zouden we willen zeggen dat wij, Sophie en ik, echte fangirls zijn. En dat we jullie graag zouden naapen met een true crime podcast. Maar dat niemand naar ons zou luisteren. Oh, waarschijnlijk ook door onze kutstemmen. Maar vooral omdat er maar één echte true crime podcast is. Beetje lief zijn voor uzelf. Ja, love yourself and girls. Na dit geslijm, ons waar gebeurt, uitroepingsteken, verhaal. Sophie, een andere vriendin en ikzelf waren met de trein onderweg naar een concert van Code Line in de AB in 2016. Ik kan dit zo voelen en zien gebeuren. Ja. Ah ja, we kennen die weg gewoon, hè. Ja. We moesten in Brussel-Noord overstappen en daar de metro nemen. Omdat we niet zo bekend waren in Brussel, hadden we geen idee waar we ons ticketje voor de metro moesten kopen. En we waren al te laat, of course. We waren wat heen en weer aan het lopen op zoek naar een automaat, toen we plots twee mensen in het midden van het station iets op de grond zagen liggen. We dachten dat het misschien dakloze personen waren die hun slaapplekje in het station hadden gevonden. Enkele minuten later kwam er een storm aan politiewagens en ambulances aangereden. Dilemma. Moesten we als true crime ramptoeristen blijven kijken of moeten we naar het concert waar we al lang naar hadden uitgekeken? Snap ik. We besloten toch verder te gaan en lazen de volgende dag een artikel dat een man met een machette mensen aan het verwonden was in Brussel-Noord. It could have been us. Met criminele groetjes, Sophie en Sien. En voor hun eerste en tweede PS is eigenlijk waarom ik ze mede heb gekozen. PS 1. We willen heel graag winnen. We zouden onze prijs delen en elk één sok aandoen. Elke dag. Beloofd. Ja, maar daar houden we aan. Hè? Dan willen we wel elke dag een foto ervan. Sowieso. PS 2. We zijn beide architecten. Moesten jullie nog tips hebben in jullie woning? We're there for you. Omkoopgedrag. Ja, dat werkt wel. Dat werkt.
Nee, ik... het is heel herkenbaar voor ons, omdat ik heb in Brussel gewoond, jij woont in Brussel. We kennen die plekken ook gewoon, ja, hè. Ja. En het is al vaak genoeg gebeurd. Maar mijn machette gewoon... Crazy, maar ja, stationsbuurten, of het nu een stad als Brussel is of Antwerpen, is nooit, nooit nice, hè. Dus nee. Ik heb nog nooit een nice stationsbuurt ontmoet. Dat is waar. Dat is altijd een beetje. Nu gaan we weer heel veel berichten krijgen. Van, maar dit is wel een leuk station. Dit is het allermooiste station van België. Ik ben benieuwd. Laat het ons weten. Oh, we zijn er bijna. Ik vind het spannend. Verhaal 15 is een anoniem verhaal. Met als titel De ex van mijn ma. Goed, goed, goed. Mijn ouders zijn al jarenlang gescheiden. Begin jaren 2000 leert mijn moeder een man kennen met wie ze een nieuwe relatie begon. De eerste na haar scheiding. Altijd moeilijk. Altijd moeilijk. Check mij. Een relatie-expert. Nog geen 28, nooit getrouwd, nooit gescheiden. Hoewel er af en toe wat rare dingen voor hem vielden en Erik zijn verhaal niet altijd klopte, zag mijn moeder niet meteen red flags. Het gebeurde alleen dat hij een week niet van zich liet horen of soms sommig geld wou lenen om een vriend uit de nood te helpen of om een oldtimer te kunnen kopen. Echt een koopje, ik moet nu beslissen en cash betalen. Elke lening werd nadien altijd terugbetaald met luxe weekendjes of dure cadeaus. Ik was al mijn geld terug. Ja, ja, inderdaad. Fuck luxe weekends. In Hasselt. Hard cash. Erik was een smooth talker en mijn moeder kon mijn moeder steeds weer overtuigen van wat hij deed en wat hij vroeg dat dat normaal was. Na zo'n 3 jaar verdween de man kort voor kerst in 2004 plots van de aardappel. Hij kwam niet opdagen op uw laatste afspraak, zijn gsm-nummer was plots onbereikbaar en de gemeenschappelijke rekening was leeggehaald. Fuck you, Erik. Amai. Echt waar. Mijn moeder kende eigenlijk niet echt iemand van zijn familie of vrienden. Ze had wel eens met een collega of een kennis gesproken, maar geen close contacten. En omdat hij al vaker een week verdween, besteedt ze er in eerste instantie niet veel aandacht aan. Na 2 weken deed ze dan toch navraag bij de politie en toen kwam er ineens een andere Erik aan het licht. Oh, dit moet zo verwoede relatie geweest zijn. Als je al ervan uitgaat dat een persoon die een week niks van zich laat horen... Dat dat normaal is. Oh, niet leuk. Erik was geen onbekende voor de politie. De man bleek een pathologische leugenaar en meester oplichter te zijn, die een spoor van onbetaalde rekeningen achter zich liet. Volledig aangeslagen door wat ze hoorde, probeerde mijn moeder om toch nog 1 keer terug met hem in contact te komen. Tevergeefs. Na een slepende en dure vechtscheiding met mijn vader, besloot mijn moeder om het te laten rusten en geen seconde tijd meer aan die man te besteden. Strong woman. Amai. Fast forward. Enkele maanden later, op een rustige ochtend bij het ontbijt, leest mijn moeder in de krant... Leest mijn moeder de krant en ziet ze ineens Erik zijn naam opduiken. De man dat is te verwachten, hè? Mm-hmm. Ja, dit is echt... An accident waiting to happen. De man is opgepakt op verdenking van moord van zijn minares. De man zit een levenslange gevangenisstraf uit. Achteraf bleek dus dat de hele relatie een leugen was geweest en Erik meerdere minaressen had. We mogen er niet aan denken wat er was gebeurd als mijn moeder hem niet ineens in de steek had gelaten. Of als ze meer moeite had gedaan om hem terug te vinden, om haar geld terug te eisen. Of als zij degene was met een goede levensverzekering. Oh. Dit is meer zo'n verhaal, it could have been me. Wat een manipulatie gewoon ook. En leugens, en je komt dan net uit een scheiding. Je bent zeer, zeer kwetsbaar. En dan trek je de foute persoon aan. Ja. En dan gewoon nog x aantal jaren van miserie. Nee. Amai, heel heftig. Ja. Maar ja... En weer al een sterke vrouw die zich hier toch weet uit. Ja. Te trekken. Absoluut. Chic. Ja, hij heeft ze heel goed aangepakt. Ja, en om dan te weten dat er toch nog een slachtoffer is gevallen. Hè? Dus, allee, ik ben blij dat het uiteraard haar moeder niet is, maar het had daar even goed kunnen zijn. Maar het is gewoon super jammer dat er weer iemand een slachtoffer moet zijn voordat er iets aan gedaan kan worden. Ja, hè? Inderdaad. Verhaal 16, ja. Voorlaatste. Oh, we zijn er benauwd. Ja. Van Annelien. Hey, topgenieten van de Volksjury. Annelien heeft zoiets van, ik ga met de deur in huis vallen. Ik ben gedoopt in het doopjurkje van Nathalie Gijsbrecht. Again, true crime fans gaan haar naam wel kennen. Hè? Dus... We gaan de volgende aflevering over haar doen. Ja. We gaan het gewoon doen. Ja.
Mijn ouders waren op het moment van haar ontvoering heel goed bevriend met de ouders van Nathalie. Zij hebben haar helpen zoeken tijdens de verschillende zoekacties, maar tot op heden is er nog altijd geen spoor van haar. Op de herdenking van Nathalie was mijn mama hoogzwanger van mij en ze wilde als een soort van eerbetoon een stukje van Nathalie erbij hebben. De vader van Nathalie ligt mee aan de basis van Child Focus en heeft het samen met de ouders van de slachtoffers van Dutroux helpen opzetten. Er komt nog regelmatig in de sociale media wanneer er een nieuwe ontvoering is. Een paar jaar geleden was er een nieuw spoor en dachten ze dat Ronald Jansen, die heeft trouwens nog les gegeven aan mijn man. Sorry, alleen hoeveel true crime kun je niet van je leren. Er iets mee te maken zou hebben aangezien hij rond diezelfde periode verschillende meisjes verkracht had in de buurt van Leuven. Maar hij heeft nooit bekend. Het zou fijn zijn moest deze zaak nog eens wat aandacht krijgen, want je weet nooit, hoop doet leven. Ik ben er trouwens zeker van dat als jullie hem zouden contacteren, hij zeker zou openstaan voor een gesprek. En ik dacht trouwens eerst dat ze hier bedoelde Ronald Jansen. Nee, dat wil ik ook echt niet meer wel. Groetjes, Anneleen. Ja, de verdwijning van Nathalie Gijsberg ligt gevoelig bij ons. Ik ben naar school gegaan in het dorp waar Nathalie onderweg naar was, met de bus. Het is zo vaak ter sprake gekomen. Ja. Ze is verdwenen in Leefdaal. Ik ben naar school gegaan in Tervuren. Mensen van Leefdaal gingen naar Tervuren naar school. Zo ging dat. Dus het is een zaak die bij mij ook... Ja, die zit altijd in mijn achterhoofd. Ja. Ik heb recent ook, ik heb je denk ik doorgestuurd, geluisterd naar een aflevering van Radio 1, weet ik veel. Ja, de stelvermiste persoon. En daar komt deze zaak ook weer ter sprake. Ja, het is een onopgeloste verdwijning. Ja. Moeilijke zaak. Maar we gaan hem doen, hè. Ja? Ja, het is aan u om te kiezen, hè. Dus. Maar ja, op uw advies zullen we deze zaak Nee, ik ben ook heel benieuwd naar deze zaak sowieso. Ja, dus, het is een moeilijke zaak. Het is gewoon een meisje die op een dag de bus naar school neemt en verdwijnt. Ja. Inderdaad, een zaak dat dus aandacht verdient. Dus dat gaan we gewoon volgende week doen. En misschien moeten we een keer proberen om iemand te contacteren. Ik ben wel eens benieuwd. We kunnen het eens proberen, ja, dat is goed. We zijn hier weer allemaal valse beloftes aan het maken. Nee, we gaan dat wel doen, maar het is, ja. Goed, de laatste. En hier wil ik, het is goed dat ik deze op het einde heb, Alexander. Alexander, en ik weet niet waarom dat altijd gebeurt, maar altijd als wij een oproep doen, zijn er mensen die er 1000 jaar te laat iets insturen. Dus we hadden eerst gezegd dat we er dan uiteindelijk maar 15 verhalen gingen kiezen. We hebben dan... Kwamen we er niet, dus dan hebben we er 16 gekozen. En dan stuurt Alexander... Ah ja, ik heb nog een verhaal. Ja, sorry, ik ben veel te laat. Het maakt niet uit, ik wil niet meer meedoen voor de giveaway. Daarover gaat het niet. Ik wil wel mijn verhaal delen. En dan bam, dit. Het is ook heel goed geschreven. Dit heeft mij misschien ook een beetje over de streep getrokken. Alexander, introvolg. Hou je aan de deadlines, please. Maar goed verhaal. In 2010 kocht ik samen met mijn toenmalige vriendin een huis. Het was een eenvoudige starterswoning, 2 slaapkamers, simpele keuken, living, badkamer, hobbykamer en een vrij grote tuin met daarin een hele mooie Japanse kerstelaar. Het huis is gelegen in een vrijgezellige buurt in een klein West-Vlaams dorp. Het dateert van 1945 en het was in 2009 van vloer tot de nok tot in het dak volledig gerenoveerd. Kortom, alles erop en eraan om van start te gaan. We waren 2 keer op huisbezoek geweest en het was pas de dag na het tweede huisbezoek dat we een bod hebben gedaan op het huis. Tijdens die huisbezoeken had de makelaar uiteraard alleen maar positieve punten van het huis aangehaald. We brachten een bod uit en het werd aanvaard. 4 maanden later, in juni 2010, namen we onze intrek. Kort na de verhuis had ik gemerkt dat er een waterput in de tuin zat. Alleen was die dichtgemetseld. Het water naar de toiletten was stadswater en geen regenwater, wat in de meeste huizen met een waterput wel het geval is. Ik vond het raar, maar ik besteed er verder geen aandacht aan. Zalig, deze is echt zo renovation buddies. Ja, zo gaat dat. Waterput, dat is goed voor een wc. Bon. Al snel raakten we goed bevriend met de buren. Dus geen buren met zo'n geheime luikjes. Nee. Goed. We hadden buren aan onze linkerzijde, rechterzijde en achterzijde. Allemaal vriendelijke mensen met wie we regelmatig een gezellig praatje maken over de Haag.
We konden bij buren terecht als we hulp nodig hadden en zij uiteraard bij ons. Onze achterbuur Jozef had een nieuwe motto gekocht en uiteraard wou hij die graag eens showen. Ikzelf ben een liefhebber, dus ik ging heel graag in op zijn aanbod om zijn nieuwe machine te gaan aanschouwen. Het was warm, dus achteraf vroeg ik of hij een pintje wou drinken onder onze Japanse kerstelaar. Zo gezegd, zo gedaan. Hij zette zijn motor terug in de garage, sloot de poort en wandelde mee tot in onze tuin. Hij zette zich al onder de kerstelaar en ik liep naar binnen voor de drankjes. Iets later zetten we ons neer om een gezellig gesprek te voeren. Ik voel me al aankomen. Op een gegeven moment begint hij te vertellen over de mensen die in het huis woonden voor de mensen van wie dat wij het gekocht hebben. Hij vertelt over een ouder koppel, Jules en Georgette, die daar al woonden voor Jozef daar halverwege de jaren 90 was gaan wonen. Jules had het huis samen met Georgette gebouwd, halverwege de jaren 40. Begin de jaren 50 was Georgette zwanger geworden en is ze bevallen van een kerngezonde jongen. De jaren verstreken en Jules en Georgette hielden het uiteindelijk bij één kind. Het zoontje was ondertussen 5 jaar, toen op een dag het deksel van de regenput heeft opengedaan. Mm. Hij viel in de put en verdronk. Jules en Georgette zijn altijd in het huis blijven wonen. Zou ik nooit wonen. Nee. Halverwege de jaren 90 is Jozef in het huis achter dat van Jules en Georgette komen wonen. Hij had een heel goed contact met Jules. Omdat Jules niet goed te been was, hielp Jozef met het gras afrijden en andere klusjes. Tussen Jozef en Georgette liep het iets troever. Ze legden elkaar niet in de weg, maar Jozef merkte op dat Georgette niet de meest sociale persoon was. Enkele maanden nadien werd Jozef 's ochtends wakker voor het eerst van het geschreeuw en gejammer. Jules zat te schreeuwen en te jammeren bij de waterput. Die nacht was Georgette opgestaan zonder Jules wakker te maken. Ze is naar de waterput gegaan en ze is head first in de waterput gesprongen. De waterput was zo smal dat ze zich onmogelijk heeft kunnen draaien. Ze is gestorven door verdrinking, het was een zelfmoord. Uiteraard... Ja, weer de zelfmoord van Georgette veel vragen op bij de buren en ook bij Jozef. Omdat Jules en Jozef zo'n goede band hebben, heeft Jules naar de hand het verhaal van hun zoontje verteld aan Jozef. Georgette was oud, ze had geen kleinkinderen. De relatie met Jules was niet optimaal. Kortom, ze had geen zin meer in het leven en ze wou bij haar zoontje zijn in de waterput. Oh. Jules is daar blijven wonen tot 2007. Hij was slechte been en hij leed aan Alzheimer. Hij verkocht het huisje aan de mens van wie wij uiteindelijk het huis kochten in 2010. Jozef vertelde nog dat hij het verhaal toen ook heeft verteld aan de vorige eigenaar. Dus de vorige eigenaar kende het lugubere verhaal van Georgette en haar zoontje, maar zweeg hierover in alle talen. Ik was hier even niet goed van. Ja, kijk me wel. Ja. Toen Jozef het verhaal vertelde, woonden we daar ongeveer 2 maanden. We hadden al ons spaargeld in dat huis gestoken en we waren op dat moment overtuigd dat we hier de rest van ons leven gingen blijven wonen. Ik heb daar wekenlang elke nacht mee in mijn hoofd gezeten. En soms als ik wakker werd, 's nachts hoorde ik geluidjes en dan leek het altijd alsof de geest van Georgette opnieuw met haar zoontje in het huis zat. Creepy. Uiteindelijk hebben we het huis in 2014 verkocht om ergens anders een huis te bouwen. Ik heb getracht om alles te controleren op juistheid en omwille van privacy redenen ben ik op veel muur gebotst. Maar ik heb van veel andere mensen in de wijk vernomen dat Jules en Georgette in 1952 een zoontje hebben gekregen. En dat zoontje uiteraard verdronken is in de waterput. En dan hebben we nog 2 foto's gekregen van de waterput en van de Japanse kerselaar. Ik mag wel hopen, Alexander, dat aan wie dat je het verkocht hebt, je wel eerlijk bent geweest over wat er gebeurd is. Maar ik heb altijd gezegd in afleveringen dat ik heel graag de geschiedenis van mijn huis wil weten. Tot ik vanmiddag het verhaal las en ik dacht, never mind. Laat mij maar dromen over wat er allemaal in dit huis is gebeurd, maar ik hoef het echt niet te weten. Nee, want het kan zoveel verpesten ook. Hè? Allee, ze hebben daar 2 maanden gewoond zonder zorgen. En dan begint je van alles te horen en te linken aan dat verhaal. Ik denk dat ik het ook niet per se hoef te weten. Nee, ik hoef het echt niet te weten. Maar ik vind wel dat ze eerlijk hadden moeten zijn voordat de verkoop was doorgegaan. Het doet me enorm denken aan seizoen 2 of 3 van American Horror Story. Dat heb ik nooit gezien. Ook de aankoop van een huis waar een hele geschiedenis aan hangt. Ja, het is een goede start van een horrorfilm. Oh, zeker. Absoluut.
Alexander, ga ook maar eens een script schrijven. Ja, ja. Wow. No offense, maar we hebben hier echt 17 goede films. Zeg, om te bepalen wie. Zal ik dit even schudden en dat je dan... En ik trek? Ben ik de onschuldige hand? Nee, je bent de onschuldige hand. Oké. Okay. Laat me even gewoon schudden. Een secondje, hè. Je ziet, we zijn super goed voorbereid. En je moet die nog zo allemaal gespreid kunnen krijgen, natuurlijk. Ik zal ondertussen ook even herhalen. De giveaway betreft 3 mondmaskers, 1 paar sokken. Worden opgestuurd naar de winnaar van dit verhaal. Ja, voor mij zijn jullie allemaal winnaars. alle 100 verhalen. Uiteraard hoop ik stiekem met onze 2 architecten winnen, want ik heb nog een zolder waarvan alles moet gebeuren. Bon, ik ga dit gewoon zo'n beetje spreiden hier. Ja, ja, ja. En dan, de onschuldige hand van Laura. Als het een anoniem verhaal is, ik zal wel even de korte inhoud van het verhaal geven, zodat die persoon het weet. En we contacteren jullie vrijdag dan. En misschien dat het wel spannend is om het live te horen dan dat je zet. Gewoon Eerder dan... Ik denk het ook. En dan zullen we vrijdag een berichtje wachten. Ja. Of nee, weet je wat? De winnaar moet ons maar een berichtje sturen. Oeh, dat is wel louche. Ik bedoel, whisky, nee? Maar nee, wij weten wie dat is, hè? Ja, ik weet het, maar wie weet is hij ondertussen al gestopt met luisteren. Misschien haat hij ons al. Bon, is wat, hè. Ik ga dit zo doen en dan... Het zijn te veel papieren, joh. Het zijn echt te veel papieren. Zie ons hier sukkelen. Ik zou zeggen, trek daarin uit, maar dat is niet eerlijk. Oh, het is te veel. Ik ga dit mijn micro even aan de kant zetten. Ja, de mijne is ook even weg, hè. Oké, ik ben er bijna... Nee, gewoon al hiervoor moeten jullie kijken naar het beeld, hè, want het is echt al een ding. Ik wist dat we iets waren vergeten op voorhand. Ja. En dan moet jij maar een beetje graaien erin, hè. Oké, we zijn er. Graaien. Tromhoffel. De winnaar van onze giveaway is Sarah, die in het midden van de nacht niet is wakker van de inbrekers. Keigoed! In de, tijdens haar dansstage optreden. Oh, proficiat, Sarah! Sarah, je bent gewonnen! Bedankt voor je verhaal, keigoed. Ik hoop dat je luistert naar onze aflevering. En dat je ons een mailtje stuurt en anders zullen we jou wel een mailtje sturen. Ja, we contacteren jullie wel. Ja, maar echt een verhaal dat ik nooit... alle verhalen die ik hier heb gelezen, is ook niet willen meemaken. Maar deze vind ik toch ook echt... Een heel goeieke. Oké, wow, alle papiertjes aan de kant. Ja, dit was heel leuk. Ik hoop... Tof, hè? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Want dit is voor ons... Ja. Voilà. Fok de papieren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik wil echt wel weten of jullie dit een leuke aflevering vonden om naar te luisteren. Of dat we dit nog eens kunnen doen. Of dat we iedere aflevering een verhaal voorlezen van jullie. Mijn afwasmachine is klaar. Want we hebben natuurlijk nog een hele boel afleveringen. Het gaat nog 5 keer piepen. Oké, even wachten dan. Nee, maar echt. Zijn we? Oh, nee. Deze was denk ik de laatste. Ja, dus om maar te zeggen, we hebben nog keiveel verhalen waar we ook zeker iets mee willen doen. Hè? Ja. We hebben nu maar een selectie gemaakt. En zoals gezegd vonden we heel veel verhalen goed. Dus daar willen we zeker ook nog iets mee doen, maar we weten nog niet zo goed wat. Ja, of als jullie andere dingen eens van ons willen horen, dan... onopgeloste of opgeloste moordzaken of verdwijningen. Ja, laat het weten. Het was ik vond het heel leuk. Ja, en ook het feit dat het gefilmd werd en zo, dan ook nog weer. Het was ook een heel speciale ervaring. We zullen zien wat dat het geeft. En een kleine reminder dus nog eens, dat vanaf nu ons event online staat eigenlijk. Als jullie naar een live optreden van ons willen komen kijken, kan dat ook. Goed, dat was hem. Moeten we nu zwaaien naar de camera? Ik weet niet. Misschien moeten we... Oh my god, dit is zo awkward. Bye! Bye!